We zitten weer op. Dat is al de derde keer deze aflevering. Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van GeoGuessr Battle Royale. We gaan het weer proberen, we hopen weer een keer eerste te worden. De vorige aflevering is dat niet gelukt, maar deze aflevering heb ik er alle vertrouwen in. Het zou toch leuk zijn om gewoon weer een keer eerste te worden, net als in de eerste keer dat we Battle Royale deden. Ik ga overschakelen naar het plaatje wat we te zien krijgen. En het plaatje wat we te zien krijgen... Oh, oké, ik drukte op het verkeerde knopje. Ziet er nogal treurig uit. Laten we het daarop houden. Hier hebben we... al veel mensen hebben een antwoord gegeven. En er zijn ook al 3 mensen door. Dat vind ik wel een beetje snel. Een beetje te veel van het goede eigenlijk ook. Hoe kunnen ze al zo snel door zijn? Hier hebben we vast een bordje. 1,5 gigabyte. Wacht, ik kan het niet goed zien. Kan ik nog ietsje dichterbij komen? Ja, dat kan. Wacht, hier. Wacht, hier. Een Indonesische vlag. Ik denk dat we dan in een Indonesië zijn. Wat denken jullie? Hutsefluts. We zijn goed bezig. We zijn goed bezig. En er zijn ook al 3 afgevallen. Kijk, daar houden we echt wel van. 7 mensen door. 6 gaan er naar deze ronde door. We hebben de eerste ronde overleefd. Ik ben tevreden. Oké, hallo? Oh, ik druk weer op het verkeerde knopje. Omdat ik een ander spel speel waar je met de andere muizen doet. Dit is veel te plat land. Wat moeten we hier nou mee, jongens? Hier kunnen we heel... Hoezo heeft iemand al geraden? Ik heb geen idee waar we zijn. Oké, iedereen dacht het tot nu toe ook fout. Waar zullen we in godsnaam zijn? Iemand heeft ook Nederland gegokt. Prinsje. Er zijn er veel die het opeens goed hebben. Je zou bijna zeggen dat ze toch iets gevonden moeten hebben. Wat hun naar het goede antwoord leiden. Ik heb nog echt helemaal niks gezien waar ik het aan zou kunnen zien. 250 meter, ja. Oh, hier misschien. De eerste borden, kom op. Ben ik nou voorbij het bord? Ja. Oké, Rusland. Nice. Het gaat goed, jongens. Het gaat zeker goed. Hier ziet het nogal zanderig uit. Ik weet niet wat er op dat kleine bordje staat. Oké, dat is niet een taal waar ik heel erg bekend mee ben, heb ik al gezien. Hier zijn ze een soort van tolpoortjes aan het maken. Het ziet er wel uit als een goede weg of zo. Ze zitten niet heel erg in de armoede. Goed beasfalteerd, dus het ziet er beter uit dan de wegen in België. Ik ben even benieuwd waar we zijn, hoor. De rest ziet er wel een beetje crappy uit allemaal. Ik heb geen idee. Niemand heeft het tot nu toe ook goed geraden. Iemand zegt Israël. Botamas. Het is een... Denk ik een Spaans... iemand heeft het goed. Dat is niet goed nieuws. Spaanstalig land. Ik denk dat we hier ergens zitten. Ik kies voor Peru. Dat is fout. Chili? Ook fout. Colombia? Nee, ik heb het fout. Zet, we hebben deze ronde niet gewonnen. Ik dacht wel dat het in ieder geval een Spaanstalig land zou zijn. Goed, nieuwe ronde, nieuwe kansen. We spannen bij een bord. Dus dat is sowieso al interessant. Het ziet er toch weer heel erg... Russisch uit. Oh, het is ook Rusland. Nou, nice. Zo makkelijk kan het zijn. Iedereen heeft het goed.
Oeh, dit ziet er interessant uit. Ik krijg in ieder geval op dit moment een Australisch gevoel. Maar we hebben natuurlijk nog niet echt iets gehad waar we dat helemaal uit kunnen opmaken. Staat hier. Damian. Daardoor krijg ik een beetje een Frans gevoel. Een beetje een soort wielertocht of zo. Dan maken ze meestal ook van die schildering op de wegen. Oh, het was heel even niet te zien. Oeh, dat is een grote plaats. Nu ziet het er wel weer heel erg desertig uit of zo. Ik ga toch heel even voor Australië. Oh, daar heeft iemand al. Oh. Je moet echt leren om te kijken wat anderen hebben. Juntos. Damian. Mas. Het is in ieder geval iets. Spaans. Oh, kut. Spaanstalig. Is het Argentinië? Nee. Nee. Het is niet Argentinië. Ja, die volgende gok ga ik wel niet maken. Bolivia was het. Oké. Okay. Oké. Dit ziet er interessant uit. One way, dus. En we gaan naar rechts. Ik zou zeggen Amerika. Nou, oh, het is ook Amerika. Dat is mooi. Nou, oh, er is ook iemand af al. Nice. Oeh, dit ziet eruit als. Ik gok Sri Lanka. Ik zie theevelden. Ik gok Sri Lanka. Is wel mooi hier hoor. Het was niet Sri Lanka en ook niet Zweden. En daar heeft alweer iemand het goed. Oh, heaven. Finland. Geen Finland. Ja, naar Noorwegen is het ook niet. Denemarken dan? Of IJsland? Ook Denemarken is het ook niet zo te zien. IJsland dan? Ja, het is IJsland. Oké, gelukkig. Gelukkig. We zijn door naar de volgende ronde. Daar houden we van. Oh, ik was even bang. In ieder geval een prima wegdek. Motel. Ik zie iets anders. Visa, denk ik. Ik krijg hier een erg. Oh, het is niet Amerikaans. Free RV parking. En we rijden rechts, dus het kan ook niet Australië zijn als het goed is. Ze zijn hier aan het goud aan het mijnen. Wat staat hier op het bord? Bakery. Canada. Het is Canada. Easy. Dit ziet er een beetje Midden-Oosten uit. Nou, daar staat hij voor, dus we lopen die kant wel op. Ik vind het hier echt veel te wit. Ik heb er geen idee hoor. Oké, wacht. Hier staat iets. Ik heb er geen idee. Nog ergens een vlag of zo. Botswana. Zuid-Afrika. Ik zei Midden-Oosten, hè? Oh, nee, die. Het was Malta. Daar had ik nooit op gekomen. Malta, what the fuck?
Dit is Engeland. Zo'n bus is het toch? Oh, dit is Malta. Alweer. Het staat op de bus namelijk. Dus dan zal het wel zo zijn. We rijden rechts. Oké, duidelijk. Het ziet er hier erg mooi groen uit. Ik krijg hier een beetje Scandinavisch gevoel van. Oh, wat staat er daar? Het gebouw. Carl C. von Arena. Nog kijken wat er op dat bord staat. Nee. Dat was iets met voetbal. Ik durf zo niet te zeggen hoor. Waar we in godesnaam zijn. Wel mooi waar we zijn in ieder geval. Noorwegen. Ah, Noorwegen. Nice. Good call, Milan. Good call, Milan. Wordt dit ons potje? Oké, wat staat hier? Ik krijg een Italiaans, of misschien wel Cyprus. Oh, wacht, we rijden links hier. Dat is interessant. Dat is heel interessant. Ik kan natuurlijk weer niet zien wat er staat. Oh, hier, Miller. Miller House. En we zijn in Europa, dacht ik ook. Ben ik toch weer bang dat we weer op Malta zitten. Ha, we zitten weer op Malta. Dat is al de derde keer deze aflevering. Nederland, hoe kan je nou weer raden dat het Nederland is? Nou ja, dat zullen andere landen ook wel denken van guesses die ik doe. Dus dat valt het mee. Gaan we winnen? Dat is de grote vraag. We gaan door. We zitten in die finale. Waarom krijgen we dan alleen maar stenen te zien? Wat zijn we aan het doen? Oh. Wat? Is dit het? Waar de fuck? Hij heeft al geraden. Ja, dan hebben we... Oh, hij heeft het fout. We kunnen... Israël, wauw. Wat een kutopdracht was dit, zeg. Jezus. Nou, weet je, we doen nog één ronde, oké? Laatste ronde. Maar, jezus, wat werden we in ons kontje geboord. Niet te geloven. Oeh, waar waren we net ook alweer toen we deze mooie wegen zagen? Mooi, hoor. Hier zou ik wel willen rijden. For lease. Is dit gewoon Amerika? Museum. Information bookings. Dit is nogal Engels. Canada. Geen Canada. Oh, daar had ook al iemand geraden. Daar moet ik echt op letten. Oeh. Die mensen doen wel goed. Hier. Oh jee. Australië, Nieuw-Zeeland dan? Ja, Nieuw-Zeeland. Nice. Oeh, daar wil ik wel heen als het er zo mooi uitziet. Zo groen. Waar zijn we nu? Zijn we voor de vierde keer op Malta deze aflevering? Nee, ik denk het niet. Nee, want ze rijden rechts. Dus dat kan niet in Malta. Saris, wat staat hier? Oh, SK. SK. Waar staat SK voor? Slowakije, denk ik. Slovakia.
Easy win, boys. Easy win. We zijn ook als eerste door. Dat is ook nice. Dit zijn altijd de giveaways. De websites met SK erachter. Of natuurlijk een ander land. Dat helpt altijd echt heel erg. Waar zijn we? Weg ziet er slecht uit, dus we zouden zomaar in België kunnen zijn. Ik denk... Oh nee. Gutsettler. Dus we zullen ergens in Scandinavië zitten. Zweden? Oh, wat een potje. Verneuk het allemaal, jongens. Verneuk het allemaal. Kom op, jullie kunnen het. Wordt dit de win? Nee, het wordt niet de win. Koa is door. Oké, okay. Dan moeten we kijken of we van Koa kunnen winnen. Als Taylor Rally en BCGO het maar wel even verneuken. Oké, okay, finale. Waar zijn we? Oh, Dubai. Snel, ik moet naar Dubai. Snel. Ja, Logges. Gewonnen, ik ben als eerst. Oh, we hebben het allebei goed, dan telt het niet. Oh, ik dacht dat je het snelst moest zijn. Nee. Ik dacht dat je het snelst moest zijn. Wat een onzin. Department of Wolver Republic... Oh, Philippines. Philippines. Ik heb gewonnen. Bedankt voor het kijken allemaal. Het is ons weer gelukt om te winnen. Ik ben heel erg blij. Ik hoop dat we dit door kunnen zetten voor de volgende aflevering. Heel erg bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je het een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog en dan zie je heel graag de volgende aflevering weer. Ik heb nog maar één ding te zeggen. Dat is adios amigos.